Ze heet Valérie Trouet. Ze onderzoekt de evolutie van het klimaat. Publicaties onder meer in Science en Nature, de absolute wetenschappelijke toptijdschriften. Ja, hopelijk luisteren ze hier beter dan in de Verenigde Staten. Ja. Ik doe mijn best. Telkens opnieuw komt hier een wetenschapper aan tafel zeggen van het is niet genoeg. Groot gelijk. Ik vind dat ook. Dat heeft te maken met het feit dat we nu eens moeten aanvaarden dat wetenschappers heel duidelijk op een objectieve manier vaststellen. Ik vind het schande wat meneer Trump doet. Want wetenschappers zijn wat mij betreft normaal gezien mensen die op een wetenschappelijke manier de zaken aanpakken en vaststellingen doen. Ik denk eerlijk gezegd dat we, als we het doel willen bereiken dat we moeten bereiken binnen de tijd die we nog hebben, dat we niet onder kernenergie onderuit kunnen. Ja. Oei, meneer Tomlijn. Ja, maar als kernafval is dan maar een detail. Ik moet daarbij zeggen dat kernenergie, je mocht daar volgens mij niet allemaal over dezelfde kam scheren. Dus je hebt 40 jaar oude kerncentrales, waar dat je inderdaad met gigantisch veel kernafval zit, wat een gevaar is. Je hebt nieuwe kerncentrales die veel geld kosten, maar die kunnen kernafval recycleren. Dus je kunt je kernafval recycleren en opnieuw gebruiken om energie te produceren. Dus dat zijn de mogelijkheden van die nieuwe centrales. Dat wil meneer Tommelijn. Ik geloof veel meer in waterstof, ik geloof veel meer in innovatie. Maar ik hoor haar zeggen, het is de enige oplossing die we nog hebben voor de tijd die ons nog rest. Mevrouw als wetenschapper zegt een heel duidelijk standpunt, je moet dat in dat doen. En dan toch wordt dat onmiddellijk betwist van het politieke zijde. En u bedankt voor het kijken, dames en heren. Fijne avond nog bij Canvas en tot morgen. Kijk, een kilo CO2, daar hebben de mensen niks aan. Die zien dat niet. Een aantal andere vervuilende zaken, stikstof en zo. Dus moet je gaan werken met... Hitgolven zijn tastbaar, orkanen zijn tastbaar, bosbranden zijn tastbaar. You're a loser.